Robbie Longo, finalist van The Voice. Hoe heeft dat je leven veranderd? Ja, in die mate dat ik nu met een manager heb, een platencontract, heel veel mag gaan optreden voor de mensen. En dat je bekende Vlaming bent voor een stuk. Hè. Dat, in die mate heeft dat mijn leven wel veranderd, maar al bij al valt het nog eigenlijk allemaal goed mee, vind ik. Hoe breng je je kerstdagen door? Eigenlijk mijn kerstdagen die breng ik door eigenlijk heel rustig. Gewoon dineren met de familie, tv kijken. Ja, gewoon gezellig samen zijn. En wat verwacht je van het nieuwe jaar, 2014? In 2014 verwacht ik... In januari beginnen we het jaar met een nieuwe single, Let Your Love Flow. En die zal dan op iTunes komen. En dan in de rest van 2014 gaan we normaal gezien een tweede album opnemen. En voor de rest hoop ik dat ik heel veel mag gaan optreden bij de mensen en dat ik heel veel naar mijn fans toe kan gaan. En, ja. Heb je nog een boodschap voor je fans? Ja, ik wens mijn fans een heel gezellig en leuk, een leuke kerst toe. En een heel gezond. En dat al hun dromen mogen waar worden in 2014. Veel succes nog. Dank u wel. Dank u.